sommige gedichten kom je dan echt niet uit hoor. Die kan je wel op 20 verschillende manieren lezen. Zo ook, ik kom even op. Ik doe niet een hele lange, dan zijn we morgen nog niet klaar. Waar staat hij nou? Zijn de schudden. Ja. Kijk, dan kan je zo voor, hè? Even de woorden in de volgorde. Oh ja, deze, dat is leuk. Nou, ik bedoel, dan lees je zoiets en dan ben je er morgen nog over aan het nadenken. Van hoe moet je dat nou? Dit gedicht heet In het voorbijgaan. Zij kwam, ik stond stil bij de gedachte. Gerla Meerens. Nou, ik bedoel, hè? Ja, je moet erover nadenken. Dat doe je het hele leven al. Nou goed, Gerla maakte straks de gedichten en vorig jaar had hij ook een gedicht gemaakt over... Het was wel heel mooi, wat twee onderwerpen die inmiddels dicht voor hem in één lied terechtkwamen. Enerzijds was het als er vroeger een schip gelost werd, er werd erbij gezongen. Dat maakte het werk lichter. Als er tegenwoordig een schip gelost wordt, dan komen daar mensen uit. Dat zijn dan jullie, zeg maar. Ik zeg het al over. Maar als je aan de gemiddelde toerist vraagt van, nou wat kom je hier doen? Vaak krijg je dan het antwoord van, oh je hebt die drukke baan en ik heb zo'n stress en oh, de ene vergadering naar de andere. En dan kom ik hier op Vlieland en oh, dan laat ik even alles helemaal los. En daar kwam de zin vandaan, laat de lading los. Het is een prachtig lied geworden. En vorige week toen zongen wij dit ook hier in het theater. En toen op een gegeven moment begon die hele zaal zo spontaan, zo dat refreintje zo mee te zongen. Ah, oh, zingen, oh, dat was... Er waren vier, zes vrouwen die stonden op de bank te dansen. Ja. Ja. Dat was mooi. Oh, ja, dat was echt heel mooi. Meestemmig. Maar het was zelfs zo mooi dat we denken, oh, nou, dat zou dat mooi zijn als dat vrouw. Je zou jezelf echt iets ontnemen, je slaat jezelf in de kop als je denkt, nou, wat voor, hebben we toch gemist. Dus. Dan mocht ik elkaar morgen tegenkomen in de doofstraat en zeggen, god, we hebben lekker gezongen. Ja, dan is het zo. Het refrein is, laat de lading los. Dat is eigenlijk de enige zin die je moet houden. Laat de lading los. Ja, nou, daar gaat het over. Ja, je hoeft alleen maar recht vooruit te zingen. Dus ik doe wel even zo, want ik moet tegelijk ook viool spelen. Ja. Vroeger hadden we heel orkest. Ja, 40 man. 40 man, achter ons. Ja, cultuur, hè. Moet ook bezuinigd worden, dat allemaal ontslaan. En dan moet ik tegelijk en zingen en viool spelen en dirigeren. Ja. Dus dat, ik doe zo en dan is het later laat ik los. Nou, ja, mag ik begin heel zachtjes en daarna al steeds uit. Oh. Zo. Nou. Klaar voor? Ja. 1, 2, 3. Oh,
Ja. Nou, daar kunnen we nog wel even een...